Nou, we hebben natuurlijk de fantastische wedstrijd van Marianne Vos gezien, maar Talita, jij komt hier nou ja, een paar kilometer van het parcours vandaan, hè? En je wordt achtste. Hoe was het om hier te rijden? Ja, het is zo'n unieke ervaring om hier al te mogen staan. De eerste WK, een paar crossjes gereden. En dan sta je in je achtertuin eigenlijk een wereldkampioenschap te rijden met zoveel supporters langs de kant die je allemaal staan aan te moedigen. En dat geeft zo'n kick. Dus nee, dat was super gaaf. Ik denk dat jij na Marianne Vos de meest aangemoedigde vrouw bent hier, hè? Ik denk het wel. Ja. Super, maar ja, dat is natuurlijk omdat het hier in de buurt is en iedereen kent me. En nee, het is zo gaaf. En dan rij je ook nog eens een geweldige wedstrijd. Ja, ik moest dan achteraan starten en... Ik kon niet van voren komen en dan word je hier beneden al voordat je het veld bent. Achter, het is laatste en dan moet je iedereen in gaan halen. Ploeteren en dan moet je oppassen dat je niet te veel krachten gaat verspillen. Maar ja, je moet toch door. En dan rij je zo naar de achtste plek. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met een fantastisch WK. Dankjewel.